Ik ben Jesse. En woon je hier in de buurt? Ja, bij de Costastraat. Met mijn neef Jan. Ik woon met hem. En wat gebeurt hier vandaag, jongens? Er is een leuke dag. Er is een leuke dag, want ik slaap bij mijn tante vandaag en daar is een feestje. En ik mis mijn familie in Marokko. Ik heet Doa. En wat doe je hier vandaag? Ik speel hier met mijn tante daarboven. Oh, je. En wie ben jij? Sabrina. En woon je hier ook? Ja. En waarom is het feest dan eigenlijk? Omdat mijn tante en omdat haar moeder haar baby heeft. Oh ja, ja. Dat is leuk. Ja. En hoe heet, is het een broertje of een zusje? Hoe heet hij? Een zusje. Een zusje. Hoe heet ze? Seema. Nee, ik bedoel echt. Dat is een jongen eigenlijk. En jij? Hoe heet jij? Moment, Jodiek. Moment. Moment. Heb je het naar je zin vandaag? Ja. Ben je met je hele familie hier? Ja. Wie mis je dan zo erg? Mijn oma, want die is overleden. Ja, dat is wel jammer. Hoe lang is dat al gebeurd? Hoe lang geleden? 15 jaar. Ja, 15 jaar. Ja, want ze was heel erg ziek en haar darmen deed het niet meer. 15 jaar, maar dan heb je het toch nooit gekend? Nee, eerst was ze nog lang niet dood. Toen kon ze niet meer, toen was ze de laatste dag, toen kon ze niet meer praten of kijken. Triste. Ja. Ze kon ook niet meer lopen. Ja, ze kon ook niet meer lopen. Ze moest op een rolstoel. En ze was in het donker. En ik had voor haar gebid. Ik ook. Ja. Wat vind je ervan dat mensen doodgaan? Niet zo heel leuk. Ja. Nee. Maar toch gaat iedereen dood, hè? Ja, dat kan. Heel de wereld. Ja. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. En iedereen vindt mij schattig met mijn haartjes. En iedereen zegt dat ik grijs haar heb. Maar waar ik benieuwd naar ben, geloof je ook dat er een leven na de dood is? Nee. Geloof je dat als je dood bent, dat je dan alleen maar begraven wordt? Ja, dat wel. Geloof je niet dat er nog leven verder gaat? In de hemel of zo? Nee.